Eugene van Mierlo, wat vindt u van dit initiatief? Ik vind het een hartstikke mooi initiatief. Je ziet dat er jaarlijks een landelijke opschoondag is en ook Almelo doet daaraan mee. We willen gewoon een schone stad. En dan is het heel mooi dat we in Almelo dit jaar het initiatief Heel Almelo Schoon hebben. En dat dus ook scholen daar op de vrijdag aan meedoen. Niet allemaal, maar wel een substantieel aantal. Waardoor we ook hier vandaag hebben kunnen zien met de wereldboom: dat er heel veel rotzooi uit de buurt aan zwerfafval is opgehaald. En morgen uh, gaan we gewoon met particulieren, met inwoners uit de stad, uh, ook een, een opruimactie houden. En ik ga dat doen samen met Ruben Slaat, de junior burgemeester. En dan gaan we ook zoveel mogelijk zwerfafval proberen uh, op te halen. Het zit vooral ook in gedrag van mensen. Vaak is het gemakzucht. Je hebt wat: snoeppapiertje, een pakje drinken, een blikje cola, noem maar op. En met het meeste gebak, gemak gooien mensen het op straat in plaats van in de afvalbak. Nou, dat gedrag dat willen we veranderen. En toch is het goed, los daarvan, dat je dan één keer per jaar echt een actie hebt. om met zoveel mogelijk mensen de troep op te ruimen. Met als doel een mooie, schone stad. Gekoppeld is aan dit initiatief. Hè. Onder andere McDonald's die doet ook mee aan de, aan de opruimactie. En daar hebben ze aan gekoppeld dat dan uh, mensen die uh, morgen de hele dag meedoen, uh, daar ook uh, wat lekkers kunnen krijgen tussen de middag. Een lekker gezond broodje. Een le lekker gezond broodje. Ja, nee, ja kijk. Het is al, ik ben al ontzettend blij dat uh, zulke soort uh, grote organisaties meedoen met zo'n actie. En de volgende stap is uh, dat we kijken hoe we dat natuurlijk ook met gezonde voeding kunnen, kunnen doen. Dus, uh, maar gelukkig heeft uh, McDonald's ook. Uh, uh, fruit uh, en, uh, en salades. Dus uh, dat komt ongetwijfeld goed. Uh, ik ben zelf ook uh, de wethouder voor, uh, voor zorg en, uh, en gezondheid. Uh, dus daar heb ik ook wel op, uh, op aangedrongen uh, dat het niet alleen de vette hap is. Uh, maar wel heel erg blij uh, ben ik met het initiatief dat een grote organisatie als uh, zo'n voedselketen ook met ons meedoet om uh, Almelo schoon te krijgen. Dat wij bij de milieuparkjes, waar je ziet dat veel afval wordt gedumpt, ook spul dat daar dus niet thuis hoort. Dat we daar een pakket aan maatregelen op toepassen om ervoor te zorgen dat ook daar de milieuparkjes schoon worden en blijven. Het is een integraal pakket aan maatregelen. Maatregelen gebaseerd op gedragsbeïnvloeding. Om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld de eerste zak niet bij de Container wordt geplaatst, uh, maar tegelijkertijd ook omdat we toch zien dat um, ja, mensen uh, ook komen aanrijden, de huisraad uitladen en dan vervolgens weer wegrijden. Dat wil je gewoon niet, uh, dat we daar dan ook uh, een maatregel op toepassen en dat is cameratoezicht, ja, zodat we ook actie kunnen ondernemen uh, bij uh, een, een drietal uh, locaties uh, als het dan toch misgaat, uh, dat we daar mensen op, uh, op kunnen aanspreken en zelfs ook op kunnen beboeten. Ja, Ik heb iets is... gehoord van uh, van drukmatten. Ja, drukmatten, dat is een, echt een novum voor, voor Almelo, maar vooral ook voor, voor Nederland. Uh, wij gaan uh, drukmatten, zoals dat zo mooi heet, uh, ook introduceren bij uh, afvalparkjes, milieuparkjes. En dat houdt in dat als jij een vuilniszak uh, uh, zet naast de container, uh, dan gaan daar ledlampen uh, op branden. Een fel rood licht, omdat we nou ja, op die manier ook willen laten zien. Meneer of mevrouw, dit is fout gedrag, dit hoort niet. Uh, en er komt dan ook een negatief geluid bij, een negatieve toon. En op het moment dat mensen dan weer de zak netjes oppakken en weggooien zoals het hoort, dan komt daar een, een, een goedkeurend geluid. Om op die manier ook mensen te triggeren om geen verkeerd gedrag te vertonen.